cd voor het zingen in de kerk uit. Het is nog steeds te downloaden via www.tonnetour.com. Mocht jullie hebben, download de shit. Check it. Die zijn geselecteerd voor 3 voor 12 selecteerd. Hoe is dit gebeurd? Ja, wij zijn eigenlijk benaderd door de redactie van 3 voor 12. Ze hadden onze EP gehoord volgens mij uit het perspakket die we hadden gestuurd. En ja, zodoende kregen wij een mailtje binnen. Zo zijn we eigenlijk benaderd door 3 voor 12. En wat voor verwachtingen hebben jullie hiervan? Van de optreden en van de radioprogramma en alles erop en eraan? Ja, wat voor verwachtingen? We vinden het gewoon sowieso eigenlijk heel erg leuk dat we ervoor gekozen zijn. En ja, wat verwachten we ervan? Een leuke optreden, denk ik, sowieso. En ja, voor de rest vinden we het gewoon een heel leuk radioshow. En het is een beetje nieuw ook allemaal, dus... Met een beest van een beat, ze moeten eraan geloven, swag. Als ik ook wel stond houden, we zijn hier maar voor één ding. Muziek voor de toekomst, van ver bij willen dat ding. Het is een nieuw begin, doorsluit van Haagse man naar Kortgeschoren. Komt een video onder oren, is voorbij voor je doel. Jullie hebben al een LP uitgebracht voor het zingen het kerk uit. En jullie zijn nu bezig met iets nieuws, geloof ik? We zijn met twee dingen bezig. We zijn nu met een EP bezig met een andere producer, ook nog hier uit Den Haag. Een jongen die wij kennen van vroeger. En ja, nog een ander project waar een beetje, ja, ja, hoe moet je het zeggen, een beetje wat intellectuelere rap. Niet echt je alledaagsezelfde verhaal, laat maar zeggen. Dus dat zijn twee dingen die we nu een beetje los van elkaar aan het doen zijn. En ja, dat gaat op zich wel goed, weet je wel. Jullie zeiden net tegen ons, nou die EP die valt gewoon te downloaden. Klopt. www.volletour.com, gratis te downloaden. Ah, super. Hey, en we zijn nou natuurlijk bezig met nieuw materiaal, toch? Klopt, ja. Is dat nou heel erg anders dan de dingen die we daarnet hebben gehoord? Die zeiden van wel? Ja, er zit wel weer wat meer variatie in. Maar en hoe moet ik dat dan zien? Worden dan komen er ineens strijkers aan te pas of zo? Of een heel koor, opera, alles? Nou, niet zozeer, maar ja, net even weer wat andere beats. Weer wat langzamer ook eigenlijk. Muziek, hey, dit is toekomst. Muziek, ik ga niet liegen, ik kan niet freestylen. Ik spit van het op voor mijn tempo, in hoog tempo. En dan schrijf ik het op een klaplok op mijn stem. Zonder pensel, zonder pen. Typiseren als een typemachine. Ik heb fix dan zo die net weer met mijn stem. Vinden jullie wel dat er genoeg aandacht aan hiphop wordt besteed in Den Haag? In Den Haag volgens mij wel. Nee, wel hè. Maar in Zoetermeer echt vrij weinig. Want wat hij zegt, dat festival hebben we 4 jaar lang georganiseerd, of tenminste hun dan georganiseerd. En dat liep echt supergoed en dat gaf ook goede promo en zo. Maar nu merk je in Zoetermeer er heel weinig van. Hier in Den Haag zie ik nog wel eens wat. Maar ja, daarentegen, ik bedoel, je hoeft tegenwoordig een Facebook berichtje te maken en dan heb je een Project X in Haren. Dus zo moeilijk is het ook allemaal weer niet meer. Maar als je bekijkt van hoe de aandacht wordt verdeeld, dan is het in Zoetermeer vrij weinig eigenlijk. En in Den Haag volgens mij wel goed. Ja, nummer is geestverruimend. Ja. Geest verruimend, leeg je hoofd. Je bent dit lichaam niet, het is slechts een voertuig. Een universum oneindig groot. Hoe klein zijn wij dan werkelijk? Onsterfelijk, lichtwezens opmerkelijk. Volle toeren, ver van kerkelijk. Bewerkelijk is realiteit ons eigen brein. En nog één vraag dan. Volle toeren, waar komt het vandaan? Ja, waar komt het vandaan? We zijn eigenlijk, vroeger maakten we al samen muziek. En toen heten we eerst nog anders. We hebben heel lang eigenlijk gewoon gewerkt aan onze manier van rappen, beats maken, veel geleerd. We hebben allebei een muziekopleiding gedaan ook. En zijn we toen op de naam Volle Toeren gekomen. Ik weet eigenlijk niet precies hoe het is gegaan. Omdat we gewoon doorgaans continu werken, weet je. Volle toeren. Gewoon eigenlijk dat, ja, heel makkelijk gewoon. Kan wel moeilijk doen, weet je toch. Fuck je systeem, want we geven geen fuck. Dit is pakken wat je pakken kan. Ik ben van nooit weg geweest en ik ben als ik ben. Ben als een plek, op je zee voor je de moeder loes. Hoe fuck het systeem, gelijk de lucht. Met mijn lucht als je lijf. Want dan komt daar weg, totdat je geen lucht meer over hebt. Kom niet overuit, het is over en uit. Nou, we zijn hier met Volle Toeren. En ze hebben zojuist een eindoptreden gegeven hier in de supermarkt. Jullie zijn een beetje afgekoeld. Ja, ik ben redelijk afgekoeld nu. Ik ben net even buiten geweest, een peukje gedaan, dus is lekker. Ik heb het echt zin gehad. Ja, zeker. Ik voelde wel heel erg de energie van alle mensen, dus was wel goeie. Ja, het ging wel lekker, hè? Echt. Losse publiek en van alles en nog wat.
Ja, zeker. En het was ook, ik vond het behoorlijk druk, dus dat was ook fijn. En het publiek inderdaad ging lekker mee. De vibe zat eigenlijk van het begin af aan gelijk goed in. Staat in de hoek van de mannen, nou wat doe ik, stoer maar ik. Kom, hou maar even meisjes, huiswerken voor de kost. Je moet het zelf doen, je wilt toch wat kanten lopen vanuit de... Ja, en hebben jullie nu het idee dat je ervan iets geleerd hebben en dat jullie er nu een soort van erop door kunnen gaan beter? Ja, geleerd. Kijk, om het zo te zeggen, ik ben een ervaringrijker, weet je. Geleerd. Ik denk dat ik morgen wat leer. Ook dan ineens bedenk van, hey, dit is eigenlijk wel... Nu is het allemaal nog even, weet je wel, je loopt naar buiten. Yo, iedereen vet. Hey, box, goede show, vet, dit en dat. Of weet ik veel, ik hoorde je bas en dit soort... Nou ja, weet je, dat komt morgen wel weer allemaal terug. En dan besef ik me, denk ik, dan wel wat ik echt geleerd heb, weet je wel. Ik heb in ieder geval wel het gevoel dat ik mensen heb bereikt met mijn muziek. Nu. Want ik heb een aantal mensen gezien die ik wel ken, maar eigenlijk niet echt mijn tracks ooit of whatever hebben, onze tracks hebben gehoord. En die zag je nu ook al gewoon, weet je wel. Dus dat is, ik vind het leuk. En onbekende gezicht heb ik ook gezien. Die ging ook nog even los, dus. De laatste woorden voor de camera? Jullie allemaal van 3 voor 12, hartstikke bedankt. En bedankt voor alle support van de fans ook natuurlijk. De mensen die er vanavond waren, laat ik het zo zeggen. Maar het was helemaal super, joh. Ja, nee, super, tof. En ik heb niks aan toe te voegen, weet je. Hij zei precies goed.